Er zit een piratenschip! Er is een piratenschip hier! Nee, ze hebben ons gevolgd! Yo, what up mensen, welkom bij een nieuwe video! En vandaag gaan wij minigames doen met deze enige echte jonge dame rechtstreeks uit de jungle. Uit de jungle? Uit de jungle? Ja, de laatste tijd ben jij eigenlijk alleen maar in de jungle geweest, of niet? Nou, en ja, eigenlijk ook weer een beetje bij de kerstsurvival. Dat is waar, ja. Je bent ook in de kerst geweest en we wilden dus eigenlijk vandaag... Oh. Ben je nou naar beneden gevallen? Ik wist niet dat je naar beneden kon. Eigenlijk, oh, we gaan naar een Frozen map. Nou ja, jongens, eigenlijk kwam natuurlijk vandaag de Jungle Survival Line. Dat weten heel veel van jullie, omdat natuurlijk heel veel jullie aan het wachten zijn. Dat jullie hele grote bazen zijn en wij houden van jullie. Alleen, wij zijn het team die erachter zit, is met iets heel erg groots bezig voor de ijsdimensie. Alleen dat hele grote ding, dat is bijna af. Maar nog niet helemaal. Dat duurt denk ik nog een paar uurtjes voordat we het hebben kunnen fixen allemaal. En oh jee, ik moet het ondertussen verbergen. Ja, ik sta hier op het ijs. Ik weet niet, wie ben jij? Ik ben een flowerpot. Ik ben een flowerpot. Ik ook. Ik sta hier op het ijs. Oké, ik zie je. Zie je mij? Ik ben naast je. Deze ben ik. Ben jij dit? Ja. Oké, let's go. In ieder geval, er komt iets heel erg tofs aan in de ijsdimensie. Alleen daar hadden we net even iets meer tijd voor nodig. En we hebben zoiets van, weet je, als wij iets doen, dan willen we het ook gewoon voor jullie super vet maken en super dope. Dus vandaar dat de aflevering één dagje later komt. Maar Maisha en ik hadden wel zoiets van, nou, we willen jullie wel gewoon een beetje die Jungle Survival liefde geven. Dus ik vroeg aan Maisha of ze mee wilde doen met een minigame om het, ja, toch een beetje, ja, leuk, dat samen dynamiek te hebben. En jij zei ja! Ja, natuurlijk zei ik ja. Dus nu zijn we hier... Ik vind Highlands altijd super leuk. We hebben het al vaker gedaan, maar ik moet zeggen, we hebben het een jaar? Ja, we hebben het heel lang niet gedaan. Echt heel lang niet gedaan. Dus het is ook eigenlijk best wel leuk. Want heel veel van jullie zeggen ook van... Nou, naast de Jungle Survival vind ik ook minigames heel erg leuk. Oh, komt iemand aan? Oh jee. Oh nee, er komt iemand aan. Maar dus vandaar dat er vandaag geen Jungle Survival is. Maar wel dat je ons nog steeds met z'n tweetjes ziet. Wij zorgen natuurlijk wel gewoon voor jullie. Hè? Jullie zijn onze fam. Zeker weten. Dus, durf jij nu een tand te doen? Ja, natuurlijk. Oh, die van mij is nog op cooldown. Ik heb er al één gedaan. Oh, de hartjes. Oh, de hartjes. Dacht je? Nee. Er komen er twee. Kijk, stel nou, je zou nu een schaap doen. Oh, nee. Oh, ik zit in het hoekje. Zijn we allebei dood? We zijn allebei dood. Wij zijn echt slecht. Weet je wat, zullen we even een wat meer tropische map opzoeken? Ja. Alrighty, we gaan naar ananaswereld. Ananas? Ik ken deze map niet. Er zit een piratenschip. Er is een piratenschip hier! Ja. Nee, ze hebben ons gevolgd! Oh, hier ook al. Oh, oké, waar ben jij? Wie ben jij? Wat bedoel je? Ik ben hier achter een blok, een brick. Ja, oh, je bent een blokje. Wat ben jij? Ik ben een leaves. Zit je achter me aan te lopen? Volgens mij ben jij... Oh shit, we moeten weg! Vind je mij zo lief? Ja. Wacht, hier zijn bricks. Zal ik hier? Ja, is goed. Ga er staan. Ja, ik vind het moeilijk sowieso de laatste tijd. Wacht, ik zie je niet eens. Ik sta hier. Ja, dit ben ik. Je staat hier naast me. Ja, ik zie je. Oké. Hier is niet echt een plekje voor jou. Nee. Oh, je bent hieronder. Hier bij de trap, hier links. Waar bij de trap? Hier bedoel je? Deze? Ik zie je nu niet meer. Je zit achter de pilaar. Maar ik denk al daar ergens. Oké. Ik ga gewoon hier staan. Dit voelt wel redelijk veilig. Yo, dit is wel echt toevallig dat we in een Frozen map komen. En dat en we eigenlijk naar de... map met piraten. Echt. Met piratenboten. Gewoon ook letterlijk... Nou, het lijkt al een beetje op hoe wij ze ook bouwen. Ze hebben wel een andere... Ze zijn iets kleiner. Die van ons zijn wat groter, wat bombastischer. Ze zijn echt wel super vet. Ja, wij hebben ook kanonnen. Zij hebben geen kanonnen. Noem jezelf een piratenboot, man. It's You've rain. Been equipped with a sword. Ooh, very nice. Oh, ben je aan het lopen? Ja, ik wilde even kijken. Uh-oh. Ik zit even te kijken. Oeh, er zitten hier ook mensen. Ik kan hier nergens op, hè? Nee. Kan ik niet hiernaast staan? Valt dit Het is jammer dat je niet jezelf tegen de muur kan plakken. Ja, dat zou een stuk handiger zijn. Oh, sta je niet bij me? Ja, ik had zoiets van, ik vind het gezelliger als ik jou kan zien, weet je wel. Wil je niet gewoon op me staan? Pardon? Dat is ook Jeetje, hoor je dat geluid? Wat was dat? Ik weet niet. Er komt iemand. Cijfer. Ja, dat is niet goed. Ja, het nadeel is, iedereen kent al deze mappen. Maar jij niet, toch? Jij kende deze niet. Nee, deze ken ik niet. Dit is een nieuwe.
En ik heb dit sowieso ook echt al... Nou, ja, ik wil nu zeggen heel lang geleden, maar ik heb het een paar dagen geleden geüpload. Oh. Maar dan ken je alsnog niet meteen weer alle mappen, dus... Nee. Oh, er liep iemand langs. Er was iemand. Oh nee, hij gaat alles slaan. Ja, dat is het stomme aan deze game, want je kan alles slaan. Dus het gaat niet meer om selecteren, maar het gaat om... Nee, eigenlijk zou je gewoon 10 keer fout geslagen, dan ben je zelf ook af. Ja, ben je gewoon dood. Dood. Oh, hier komt ie. Oh, hij loopt langs me. Nice, oké. Er komen er nog 2. Ja. Of zijn die daarboven bezig? Oh, er zijn al 7 seekers. Ja, we doen het wel redelijk goed. Hoe lang hebben we nog? 2 minuten. Oh. Ik ben wel bang dat straks iemand mij gaat aanvallen. Jij zit wel goed, vind ik. Oh, hij is hier. Hij zit alles te slaan. Oh, hij heeft iemand. Hij heeft een... Ja, een cauldron. Een cauldron. Oh jeetje, Antek. Oh. Jij komt nu hierheen. Oh, hij loopt langs jou. En niet langs mij. Oh, ha, ha, ha. Oh, snel. Oh, maat. Ah, jammer. Oké, ik kom jou helpen. Ja, jij hebt echt een goeie. Ik viel te veel op. Wat de heck? Mensen worden hier geslagen. Loopt nog iemand langs me? Oké, ik kom naar jou toe. Ik ga dan net doen alsof ik alles eromheen aan het slaan ben. Oh, lekker baby. Je zit in de top 4 van de wereld. Yay! Oké. Ik weet niet eens waar je bent. Er zijn nog 4 mensen. Je komt nu hier eraan. Oh, hier ben je. Ja. Ja. Zo. Oh. Ik probeer... Oh, zie je dat? Oh, het is gelukt. Nice. Ik ben hier alles aan het slaan, hoor. Let niet op mij. Ik ben hier alles... Maar er zijn sowieso nog 4, hè? Kan je die vinden? Ik. Oh, rennen, babe. Nee, oh! Waarom slaat hij dezelfde ding als ik sla? Wow. Het gaat echt nergens over deze game. Weet je wat, we gaan er gewoon nog één doen. We moeten winnen. Bora Bora, het land waar wij het liefste zijn. Ik ben een meloentje, wat ben jij vandaag? Ik ook. Ben jij ook een meloentje? Ik ben ook een meloentje. Ben jij nog hier met begin? Ja, ik sta hier in het begin linksboven bij de Leafs. Zit ik nu te springen. Ja. Zie je mij? Alright, we gaan naar de geheime plek. Volg mij. De geheime plek? Ja, dit is niet hier boven op een huis, toch? Jawel. Nee, dat is parcours. Laten we gewoon kijken. Nee, dat is geen parcours. Jawel, toch? Nee. Oh, jij bedoelt de vorige plek. Nee, die hebben ze weggehaald. Ze hebben zowaar een update gedaan. Het is hier, spring je hierop en dan daarin. Dit is niet echt parkour. Toch? Kom je omhoog? Nee hoor, dit is geen parkour. Hé, kom omhoog. You can do it. Ben jij dit? Of is het een andere meloen? Dat is een andere meloen. Echt? Oh, hier kom jij. Ja. Dat is echt... Oh, ben je dit ook niet? Of wel? Jawel, dat ben je wel. Dit ben ik. Oké. Maar dit is toch ook... Dit is helemaal niet leuk. Je hebt helemaal niet dat mensen voorbij kunnen lopen. Nee, maar je kan ze er wel afslaan. Dus het is op zich wel leuk. Vind je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog als jij het leuk vindt dat Maisha er weer bij is. En als Wouter. En als ik er weer eens bij ben op mijn eigen kanaal. Doe dan ook een duimpje omhoog. En doe ook een duimpje omhoog als je gewoon geboren bent met een duim die een beetje raar omhoog staat. Zouden er mensen zijn die alleen maar altijd een duimpje kunnen doen? Vast wel. Hè? Ja, dat denk ik ook wel. Het zijn hele positieve mensen. Dus iemand op straat die zegt dan iets naars tegen je en doe je duimpje. Hey. Nee, dat is lullig. Oké, dit is echt een hele stomme plek, babe. Ja, ik vind hem saai. Jij bent saai. Noem je mijn video's nou saai? Nee, maar de plek wel. Spring jij er nou af of is dat een andere meloen? Dat is een andere meloen. Ik weet nooit welke meloen jij bent. Ik sta hier rustig te chillen. Op zich, het blendt wel een beetje in. Je ziet het niet echt. Nou, we hebben niet van die rode strepen aan de zijkant. Dus van de zijkant zie je het niet. Of zie je het supersnel, maar van de bovenkant niet. Nee, het is denk ik wel iets waar mensen langs lopen. Zo, er zijn al 7 mensen zijn seekers, hè? Ja. Dat is best wel veel. Ik zie daar ook nog een beacon staan. Ja, 8 van de 13. Of nee, 8 van de 21. Oh jee, er komt hier iemand omhoog. Echt? Nee, hij loopt door. Woe. Maar iedereen weet dit plekje toch? Of niet? Weet ik niet. Nee? Ik zie hier bij een ander huisje zie ik ook iemand er bovenop staan. Ja, daar zijn ze ook niet geweest. Nee, dat is waar. Look under the bridges. Ja.
Als ze helpen elkaar ook echt. Ja, of iemand zegt van kijk onder de brug. Maar er zit helemaal niemand onder de brug, dus ze verdoen hun tijd. Dat zou ik doen. Oh, zo de knetter, jongen. Gooi even die potions. Hoppatee. Ja, die is veel meer punten waard dan een... Dan een wat? Dan zo'n... Ja, je hebt verschillende punten, toch, je tand? Mhm. Oh, er zit iemand onder ons. Oh, echt? Oh, er wordt iemand onder ons geslagen. Oh. Ren weg. Oh, hij loopt gewoon door. Ah, oh, chill. Oké, willen wij... Vanaf 1 minuut gaan we naar een andere plek? Om wat spannender te maken. Nee, dan moeten we... Ja. Maar we moeten wel een win halen, hè? Daarvoor zijn we hier natuurlijk wel. Dat is waar. We zijn hier om een win te halen. En we zijn hier niet illegaal gekomen of zo. Nee. Het hoort gewoon bij de... Bij de map. Bij die potje. Ja, dus we hebben gewoon eigenlijk een hele goede map. Wow, dat vuurwerk gaat hoog. Oké, welke zal ik doen? Ook vuurwerk. Oh, zij doen ook vuurwerk. Vuurwerk. Maar niemand komt bovenop die huizen, want zij zitten ook al gewoon daar. Dat snap ik ook niet. Dat echt de meest gebruikelijke plekken zijn. Maar ze zitten hier met z'n allen achter een beacon aan te rennen. Ik zie hem. Oh. Arme beacon, red beacon. Man. Oh, hij juke is een lekkere juke, ouwe. Hij houdt het wel goed vol. Ja, lekker bezig, man. Man. Ik doe een schapie. Hallo, schapie. 3, 2, 1. Boom. 1. Oké, nog 1 minuut. Oeh, gaan we dan op 30 seconden lopen? Ja, maar dan verraad je toch je plek. Ja, maar ja, dat brengt een beetje spanning in de brouwerij. Nee, spanning? Ja, ik blijf dan wel kijken naar jou. Over wat voor spanning. Hoe jij ervan doet. Oké, is goed. Want er zijn er nog... Oh, nog 9. Dat is wel veel. Ja, 9 hiders is inderdaad wel veel. Oh, ik hoor iemand. Oh. Ik krijg ook een hartslag. Tuk-tuk. 30 seconden. Oké, ik ga naar deze zijkant kijken of iemand naar me toe komt. Hey! Oké, ik ben ook visible. Oh, er rent iemand achter me aan. Echt? Hij rent achter me aan. Oh jeetje. Rent voor je zakgeld 15 seconden tot de winst. Oh, hier aan de rechterkant is ook nog iemand. Volgt die boot. Oh, Ruben. Ja. 10 seconden. Hij komt achter je aan. Oh, hoe. Nog 5 seconden. Nog 5. Nog 4. Jee, ik ga hem duken. Oh, Wee! We hebben een win! Yay! Dit is wat wij altijd al wilden, jongens. Dit is onze droom. En eindelijk is hij uitgekomen. Dames en heren, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash dan even dat duimpje omhoog. Zoals ik al zei, morgen komt gewoon de Jungle Survival aan. En ik denk dat het ijsavontuur best wel heel erg episch gaat worden. Dus check zeker morgen de Jungle Survival voor een leuke aflevering. En dan zien we jullie volgende keer weer bij Nieuwe Vida. Tot volgende keer, mensen. Doei. Ciao.